Hallo allemaal, welkom in deze nieuwe video. Mijn naam is Luan Bellinga en super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video van mij. Want ik kan het eigenlijk beter een vlog noemen, want ik ga jullie meenemen hoe ik ga overnachten in deze Volkswagen camper tent. Nou, ik zat te denken misschien hier en daar bij het zwembad en zo en alles. En hier lekker bij het vijvertje, dat ik dan het watervalletje hoor. Dan zit ik al paal in de zon en dan wordt het in de tent heet. Je weet hoe heet het kan zijn in een tent en er zit geen airconditioner in. Dus ik dacht even een beetje onder een boom bij een lekker schaduwplekje. De tent is opgezet en we zijn nu heel veel later. Want mijn moeder heeft heel klein beetje meegeholpen, niet heel veel. Letterlijk iets van 3 haringen. Is de ingang, dat ga ik je zo laten zien. Van deze kant is een raampje, dat kan ook dicht. Dit is de voorkant. En dit is de achterkant. En zo ziet het eruit. Hier heb ik mijn bed liggen. En hier kan ik nog allemaal spullen neerzetten. Maar ik denk heel eerlijk gezegd niet veel. Want ik douche gewoon thuis en zo. Misschien een cup noodles of zo. En wat lekkere dingetjes. En dat ik dan ook bijvoorbeeld wat leuk ga doen. Wat spelletjes. En misschien een film kijken of zo. Deze kant kunnen allebei open. Kijk, deze kant maak ik open. En deze. Dan kun je er hier zo in. En dan kun je hem hier ook dichtmaken. Hoppakee, dat is 1. En zo, het laatste stukje ook. Nou is hij helemaal dicht. En dit is een soort van de ingang. Hier heb je slaapkamer / woonkamer. Dan maak ik het netje even open. Kijk, je kan helemaal zo open. Het kan dan zo lekker in. Hier is het wel wat iets koeler omdat ik de raampjes open heb. En dit is mijn bed. Ik heb er een matrasje op en zo'n survival matrasje met erover een deken en dan nog een deken. En hier ga ik dan lekker slapen. Dit voelt wel goed zo. Hier heb ik wat lekkere dingetjes en zit ook allemaal spulletjes in. Zoals een borstel, bril, smintjes, boksje, vaseline, handgel. Hier zitten mijn kleren, ondergoed, pyjama. En ook een theedoek. Nou ja, eigenlijk gewoon een doek. Zelfs als er wat gebeurt of geknoeid wordt, dan kan ik altijd met die doek schoonmaken. En dan heb ik hier een powerbank. En met deze powerbank heb ik een airco. Even voor. Ja, ik voel wel dat er wat koudere lucht in zit. Want ik heb er namelijk ijswater in gedaan met wat ijsblokjes. En daardoor is het een lekkere airco. Het is al 9:30. Bijna 9:30. Die gaat bijna onder. Kijk, ik heb nou hier een lamp aan. Ik zet die even uit, dan kunnen zien. Kijk, de zon die gaat dus bijna onder. En ik heb toch nog even mijn dekbed gepakt. En nog wat extra dekens. Ik heb mijn pyjama aangedaan. Ik heb lekker gedoucht. En ik ga straks slapen. Straks denk ik even een leuk serietje kijken. Of een leuke podcast even luisteren. Of gewoon luisteren naar het gefluit. En dan heb ik hier wat lekkers. Ik heb mijn knuffel. En ik heb een zitje. En nog een dekbed. En nog een deken erbij. En nog een extra kussen. Ik heb 2 kussen van mezelf, 2 kussen extra, zodat ik ook gewoon lekker rechtop kan zitten. Ik ga even kijken of het leuk is op Netflix, want ik heb al heel lang geen film of serie gekeken. En dat is toch altijd wel wat beter dan scrollen. Dus is het cake en dat is een serie. En dan moet ze kijken of het echt is of het nep is. En dan moet je het zelf ook zo echt mogelijk maken. Er zitten ook allemaal bekende mensen in. Dus ja, ik ga deze kijken en dan kijk ik. Ik weet niet hoe lang eentje duurt. Ik ga hem even kijken. Oh ja, eentje duurt 3 kwartier. Dus dan ga ik even 1 aflevering of een klein stukje kijken. Want ja, ik moet wel gewoon op tijd naar bed. Ik heb wat snoepjes en wat drinken. En dan ga ik lekker een stukje kijken hier. En jongens, kijk dan even. Oeh, grappig. Ik zit hier gewoon in onze tuin, hè. Oh, dit voelt even lekker. Even. Even lekker liggen. Ah,
Het voelt echt zo fijn aan. What are you hiding? To take their share of a prize of over $100,000. Nu. Het is al. Ja, nee. Het is al 10:30. En ik ga om 10:30 s'nachts. Nou ja, 's avonds. Ga ik nog door de tuin. Open. Oh, jongens, kijk. Oké. Okay. Zo ziet het hier eruit. Het is echt donker. Kijk, de maan. Wacht, ik loop even naar de maan. Kijk, mijn moeder zit daar nog een filmpje te kijken. En kijk, hier ligt nog de twister. Oh, ik vind het echt eng. Wacht, ik pak even de vellen. Oké. Kijk, en de maan, jongens. Die schijnt ook. De maan trouwens is heel mooi. En ik ga even kijken. Oké. Ik ga kijken. Waar zal ik naartoe gaan? Oh. Ik vind het dus echt eng. Oeh, hier zijn ze. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon één keer voor de gein op de trampoline springen. Let's do this. Nog best wel leuk. Ik hoorde wat. Nee. Oké, maar ik ga het nog niet opgeven. Hier. Het vijvertje. Ik zet deze even aan. Oh, letterlijk de zonnebrand staat hier letterlijk nog. Kijk ook even in het zwembad. Ik vind het genoeg geweest voor vandaag. Ik ga weer terug naar mijn mooie tent. Zo. En ik ben weer hier op mijn slaapplek. Nou, ik ga zo lekker slapen. Nou jongens, ik ga lekker slapen. Het is nu 22:40. Dus 22:50. En ik ga nu lekker slapen. En zie ik jullie morgenochtend weer. Tot dan. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is weer een nieuwe ochtend. En ik heb heerlijk geslapen met mijn knuffel. En lekker onder de warme dekens. Ik heb mezelf al aangekleed. Ik heb mijn broek en mijn t-shirtje al aan. En ik heb bezoek. Namelijk, Pipje is even komen kijken. Pipje is trouwens helemaal lekker kaal geschoren voor de zomer. Hè? Ben je niet meer zo'n pluizenbolletje? En heb je het ook niet meer zo heet met de zomer? Dus Pipje die blijft misschien ook nog wel een nachtje blijven slapen. Maar er is nog iemand die op bezoek is. En die wil graag ook een nachtje slapen. Dus jullie krijgen gewoon een extra nachtje gratis erbij als bonus. Nou, Lucilla lacht me alweer uit. Maar Lucilla! Nou, stel je even voor. Dit is Priscilla, actrice in Amerika. Ja. En zij komt een nachtje slapen bij mij, hè? Nee, grapje. Oh, jongens, is mijn zus. Dat weet ik niet allemaal. Oké, wacht even hoor. Dus ja, Lucilla blijft hier liggen op een dun kleedje. En ik lig lekker op een matras. Ligt veel fijner ook, met nog een dekje eroverheen. En Lucilla slaapt maar hier. Die moet daar maar slapen. Oh ja, en dit is trouwens mijn deken. Dus jij moet maar ergens anders een dekentje zien te toveren. Toppie. Grapje. Oké. wij gaan dus lekker ontbijten. Pipje, waar ga jij naartoe? Ga je lekker mee ontbijten? Of blijf je lekker hier? Pipje is ook zo lief, hè? Kijk, zeg maar even hallo. 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 Dus ja, maar wij gaan lekker ontbijten. Want mama en Luxie hebben verse croissantjes gemaakt in de oven. Lucilla doet weer een beetje irritant. Gaan we nou serieus een kusgevecht doen? Nee. Nou, dus wij gaan lekker ontbijten en dan zie ik jullie straks. Want ik heb nog heel veel te doen deze dag. Ja, heel veel. Zo jongens, het is avond, want het is namelijk 8:30. En Lucilla ligt ook gezellig bij mij. Ja, ik ben ook hier bij. Lucilla blijft hier ook lekker slapen. Zullen we dit spelletje ervan doen? Ja,
Is goed. Ja? Gaan we even spelen. Ja. Volgens mij moet die roze bij die. Oh ja. Hé, ik dacht dat die hier goed was. Nee, er staat nog één over. Oké. Ja. Kan ik even kijken bij de antwoorden? Ja. Oké, we gaan even kijken bij de antwoorden. Het is 56. Even kijken hoor. En Luan heeft de puzzel opgelost. Even kijken, ja. Is hij zo goed? Ja. Ja, hij is goed. Nou, nu ben ik aan de beurt. Zo, ik heb even een liedje aangezet. Lucilla die heeft hem. Hij is gelukt. Ga voor jou. Nou gaat Lucilla even voor mij uitkiezen. Een hele lastige. Pip, die zijn erbij. Ik ga even bij Pip kijken, oké? Ja. Zo'n Pip, die zit hier omdat ze anders op het bed gaan. En die hebben vieze natte pootjes. Omdat ze door de tuin hebben gerend. Dus hebben we hier even een lekker zacht kleedje neergelegd. Voor hun, waar hun dan lekker op kunnen liggen, hè? Oh. Nou, ik zag dat per ongeluk op het rekknopje uit had gedrukt. Dus hij was net ergens uitgesprongen. Move like Jagger. We got a move like Jagger. Move like Jagger. Het is al wat later en wij zitten een beetje in een chillmodus aan. Gaan nu een filmpje kijken. Dus Lucilla zei van, ja nee, ik wilde in de serie kijken wat je gisteravond ook keek. Dus Is It Cake, heet die. Ik heb nog een liptonnetje mee en de laatste autotropjes mee. Waar zat in een bekertje? Ik had nog een bekertje voor je. Oh, wacht, die ligt hier. Hoe is zo'n Pip? Die ligt hier ook. Met je voeten eind. Met je voeten eind, inderdaad. En ik zet die Is It Cake aan. Ik schenk even wat voor Lucilla in. One of them is, say it with me, class. Cake. The baker who finds the cake the fastest gets first pick of the object you want to cakeify. Dan moet je kijken welke cake die is. Die ene. Is het cake? Nee, cake. Het is cake. Is het cake? Oh. Dus wat is taart? 10 seconds. Ja, dat is taart. Dat is taart. Of cake. Is er één of meer dan? Weet ik niet. Ik heb niet geluisterd. Ja, cake. Nou, of die. Die ziet er ook uit als cake, ik hoor. Ik heb er drie. Ja, volgens mij zijn er twee of drie die cake zijn. Oké, de handdoek, de slippers en de tas. Time is up. Oh, is het cake? Ja. Is. Ja, het is. Ja. Ja, het is cake. Ja, het is cake. Yeah. Ik had de verkeerde. Het is cake. Nee, maar er is toch nog één die cake is? Nee, er is één. Eén. Ja. Het is al laat. En Lucilla ligt te slapen. Nou ja, lekker. Lucilla daar. En hoe zo'n Pip. Ik ga het jullie even laten zien. Hoe zo'n Pip slaapt hier. Hier ligt Hoezo. En hier ligt Pipje lekker onder de dekens. En hier ligt Lucilla. En hier ga ik nu lekker slapen. Nou. Jongens. Slaap lekker. Ik zie jullie morgen. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe dag, jongens. Oh, heb je lekker geslapen, Sil? Ik heb weer lekker geslapen. Ik zit even een Pip te knuffelen. Woeske, kom eens. Woes. Kom. Kan. Ik heb ook heerlijk geslapen. En we hadden het absoluut niet koud, hè? Nee, ik had het niet koud, nee. Nee. Ja, maar dat is ook goed ook. Hè, want hier in de tent is het wel lekker warm, eerlijk gezegd. Ja. Nou, heb jij goed geslapen? Ik heb heel goed geslapen. Ik ook. Nou, we gaan ons weer aankleden en dan gaan we lekker naar huis toe, want mama heeft gezegd dat ze een ontbijtje heeft gemaakt. Dus daar gaan we straks lekker naartoe. De tent opruimen als kan niet. De tent opruimen anders kan hij straks het bovenstukje ook niet gras maaien. Dus ja, geen zin in, maar we moeten eerst ons aankleden, dan gaan we met mama eten en dan gaan we de tent opruimen. Nou, weet ik niet. Misschien wel wat dingen alvast meenemen. Ja, dat wel vast. Oké, maar wacht, kijk jongens, ik had zo heet dat ik mijn pyjama broek heb uitgedaan. Het was echt heet. Ik bezweet me. En kijk, voel hier, Sjil, voel één keer hier. Ik las niet.
Voel één keer. Eeuw. Ja, dat bedoel ik. Ik lag echt te zweten als een gek. Heel mijn kussen is gewoon droog hoor. Ik lag gewoon zo. Ik had dus echt gewoon warm. Niet heet. Nou, maar ik doe even deze aan. Een mooi plaatje dit. Dat knippen we volgens mij gewoon uit. Maar... Je vindt het leuk om dat open te doen. Ik ga gewoon op de voeten. Trampolina! Bone together! Bone in the way, in the way. Natuurlijk. Lucius, gaat papa de gras mij helpen. Cute. Oh, ga je niet meer helpen, Lucius? Goedemorgen, pap. Ja, heel mijn voeten zijn nu nat. Dit Lucius pakje, Lucius, mag je jouw kleren zien? Oh, dat is het leuk. Wat heb je een mooie kleren aan? Ja, Dino ook. Heel mooi. Heel, heel, heel mooi. Springen! Ik vind het leuk. Ga maar. Hij viel van me. Maar hij doet ook helemaal niet hard. Jongens, hier ben ik nog bezig om alles mee op te ruimen. En Lucilla en papa die zijn buiten al bezig om de tent op te zetten. En ik ga hem nu even meehelpen. Een beetje te zitten klooien met de tent. Om hem netjes op te vouwen. Maar de tent die is al bijna helemaal mooi opgevouwen. We hebben al die sokken eruit gehaald. Ja. Dan gaan maar even dat het gaat regenen. Oké. Moet ik even met jou helpen, Lucilla? Lukt dat? Ja. Dan neem ik deze even mee. Hoppakee. Zo. Leg hem daar even neer. Dan vouwen we hem daarop. Mijn papa gaat nu even gras maaien. Het wordt nog een heel klusje om hem weer netjes in elkaar te vouwen. Maar het is niet echt interessant om naar te kijken. Dus ik ga hem nu afsluiten. Nou weer een leuke kampeervideo. Oh, je haar. Ja. Mijn haar ook. Vond je het nou weer een leuke kampeervideo? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik ook gelijk even op het belletje. Super handig trouwens. Dus ja, doei!